Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en het is nu 5 voor 11. Ze hebben lekker uitgeslapen en we gaan nu even lekker ontbijten. En het is mooi weer, dus we hebben lekker de was al buiten gehangen. Nu gaan we lekker eten, dan gaan we straks op pad, middag naar Bertisau. Waarschijnlijk gaan we morgen fietsen, dus we moeten nog even kijken of we ergens fietsen kunnen reserveren. En dan gaan we ook verder zien wat we gaan doen. Eet smakelijk! We zijn aangekomen in Bertisau en het is druk, er zijn afzetlintjes, dus wij denken dat de Almaptriep doorgaat. Yay! Dus we gaan de Almaptriep bekijken. Alle koeien die worden dan van de Almen naar beneden gehaald, het dorp in, en dat doen ze dan met allemaal tooien op. En normaal wordt het heel feestelijk gevierd, dat is vandaag de dag natuurlijk ietsjes minder, maar we zijn al heel blij dat het waarschijnlijk doorgaat, dus we gaan het zien. Leuk! Film met 2. De met kabel even omhoog en dan gaan we even kijken of we daar nog een klein wandelingetje kunnen doen en even lekker van het uitzicht genieten. Want het is heerlijk weer, het is hier in het dal gewoon warm. Dus we gaan even boven wat verkoeling opzoeken. Thank you.
een wandeling doen. Ik weet niet hoe de berg heet, maar we zitten bij de... Hoe heet die alm nou? Bij de Barenbadalm. Dus we gaan hier even een rondje wandelen. En dan gaan we weer terug. Ik weet niet waar jullie aan dachten bij een rondweg. Maar wij dachten niet aan klimmen, dalen, doodgaan hierachter in anderhalf uur. En moet nog opschieten ook, want over 3 kwartier gaat de lift dicht. Maar als het goed zijn we er bijna, dus nog even ploeteren. Bodem. We zijn nu onderweg naar de auto. Die staat aan de andere kant van Bertisau. Niet dat Bertisau nou zo heel groot is, maar we moeten toch even een stukje lopen. Goedenavond, lieve gasten. Zo, wij zitten in de tuin aan de BBQ. Zie je hier gepresenteerd. Zo, wandeling viel ietsjes heftiger uit dan gedacht. Wel een beetje binnen de tijd gelopen, dus goed gedaan. Nu gaan we even lekker eten. Even kijken voor morgen hoe, wie, wat, waar. En daarna gaan we lekker slapen. Dus we zeggen eet smakelijk en tot morgen. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Het is 9:15, we hebben net gegeten. En we gaan nu in de auto stappen en dan gaan we naar Vriendelbroek. En dan gaan we even kijken of wij een fiets kunnen fietsen. En dan zien we wel waar we uitkomen. Nog geen route, we hebben nog helemaal niks. Dus gaan we zien. Zo, we zijn in Hoogvielsen aangekomen en hier hebben we een e-bike gehuurd. Dus we gaan lekker karren. We weten nog niet waarheen, maar dan moeten we nog even kijken. Bij Fieberbloem was alles volgens mij een beetje uitverkocht. Dus nu hebben we hier even heen gebeld en hier kunnen we hem ook gewoon inleveren wanneer we willen. Voor donker, nou dat moet wel lukken. Dus ja, ik ben hier weer mee op pad.
uitzicht. We fietsen nu richting het Pillarzee. Dus ik hoop dat we zo alleen nog naar beneden gaan, want dit was een aardige klim omhoog. En daarna gaan we even kijken waar wij uit gaan komen. Ja, wat leuk. Ik hou van mountainbiken hier. Wel elektrisch. Dus we gaan nu de auto. Dan gaan we naar huis. Even bijkomen. Zo, we zijn weer thuis. We gaan even douchen. En dan gaan we nog even lekker wat drinken. Dan gaan we even slapen. Welterusten en tot morgen. Dag!